Wiltura wordt 75 vandaag. En hij viert dat niet in een rustige familiekring, maar met 8000 fans in zijn geboortestad Veurne. Tura treedt daar vanavond op de Grote Markt, waar de voorbije dagen alles in gereedheid is gebracht. Op de markt is plaats voor 5000 fans en er komt ook een groot scherm op de Appelmarkt, waar ook nog eens plaats is voor 3000 man. De kaarten voor het speciale verjaardagsconcert waren in een mum van tijd uitverkocht. Onze Wiltura is onze ereburger. Hij is Veurne. Hij heeft niet alleen Veurne, maar heel België op de kaart gezet met een carrière om toch echt wel wauw tegen te zeggen. Hij wil het wat kalmer aandoen en dan denk ik dat het het logisch gevolg is als hij ergens wil zijn verjaardagsconcert geven, dat hij dan naar zijn roots terugkeert. Wiltura is altijd trouw gebleven aan Veurne en Veurne heeft Ture altijd in het hart gedragen. Ture is ook al lang ereburger van de West-Vlaamse stad. Iedereen leeft er naar het verjaardagsconcert van vanavond toe. Sommige handelaars nemen zelfs speciale initiatieven om het feest extra in de verf te zetten. Wiltura, als hij een klein manneke was, kwam hij eigenlijk iedere zondag achter zijn eclair. En soms mocht dat en soms mocht dat niet. En als het een goeie was, moest hij altijd van bij ons komen. En daarmee hebben wij zo gedacht van, we gaan terug een eclair maken voor Wiltura. Omdat dat zo naar zijn jeugdjaren een herinnering is. Het is zijn favoriete taartje, hij eet dat heel graag. En Wiltura is vanmiddag onze zondagse gast. Een goede middag, Wil. Goedendag, Danny. Allereerst proficiat natuurlijk met je 75ste verjaardag. Dank u. Is dat iets waar je van wakker ligt, 75 worden? Niet echt van wakker, nee. Toen ik 70 werd, dacht ik, oei, het is vreemd, het 70 worden. 75 ben ik eraan gewoon aan, hè. Dus het is 5 jaar later. Maar nee, dat is... Niet echt een probleem. Je viert het natuurlijk en je viert het op een speciale manier vanavond in Veurne. We zagen het er net al in de reportage. Heel Veurne leeft mee met die verjaardag. Mm-hmm. Wat wordt het vanavond voor een concert? Maar, eigenlijk is het een concert met een verzameling van alles wat ik gedaan heb. Begrijp je? Dus ook liedjes die een beetje vertellen over mijn leven. Hè? En de verschillende stijlen in muziek die ik gedaan heb. Dat komt ook aan bod. Ik vind dat belangrijk. En voor de rest is het echt Wiltura met zijn band en de topmuzikanten die mij omringen. Ik ben altijd zeer gevoelig geweest voor goede muzikanten. En die ploeg heb ik vanavond, ja. Ja. Het is geen eindpunt, dat concert vanavond, maar het is toch een keerpunt. Want je hebt besloten om het vanaf morgen kalmer aan te gaan doen. Ja. Ja. Waarom? Ja, het is moeilijk om dat zo in 2 woorden uit te leggen. Het is in een moment is bij me opgekomen van te zeggen, je wordt 75. En ik ben al 58 jaar in het vak. Het is zwaar geweest. Ik heb heel hard gewerkt. Ik heb meer dan 600 liedjes opgenomen. Daarnaast heb ik 7.000-8.000 minstens optredens gedaan. Maar ik wou mezelf eens loslaten. Want te zeggen, Wil, kies eens een moment waar je jezelf kunt zijn zonder muziek. Het zal moeilijk zijn. Maar optredens wil ik vooral vermijden, momenteel. Maar muziek blijft. Want ik weet zeker dat ik blijf componeren. Maar geen optredens meer. Het is qua tongen beweren dan, hij heeft misschien gezondheidsproblemen of hij moet stoppen. Oh, gelukkig niet. Nee. Daar gaat het niet om. Nee, het is gewoon een beetje de gedachte ook om eens een normaal leven te hebben, samen met mijn vrouw en kinderen. Van te zeggen, voilà, ik hoef niet de hele tijd bezig te zijn. Is mijn stem niet te vermoeid? Is er airco waar we gaan of zo? Pas op voor de stem. Dus, want het vraagt veel attentie voor een carrière. Om het altijd, want ik ben iemand die perfectionist wil zijn. Je bent nooit perfectionist genoeg in ons vak. Dus, en ik wil dat alles oké is. Dus daar leef ik mee. En vandaar dat die discipline is daar. En dat heb ik willen doen tot en met vandaag. En ik wil daar eens uit. Dat is jou ook gegund natuurlijk. Je hebt een onwaarschijnlijke carrière achter de rug. Ontelbare hits gescoord. Maar ja, je zal toch altijd vereenzelvigd worden met dat ene nummer voor de Vlamingen, het beste Vlaamse nummer ooit. Ik ben zo eenzaam zonder jou. Jij weet dat ik op jou zal wachten.
leef ik ook nog in jouw gedachten. En ben je mij nog altijd trouw? Ik kan niet verder zonder jou. Zo eenzaam zonder jou. Ja, Vlaanderen wordt allicht eenzaam zonder jou. Wil. Je gaat het vanavond ook spelen, neem ik aan, in Veurne. Ja, het kan niet anders. Hè. Ja, dat, ben je het nooit beu geraakt, het nummer zelf? Nee, eigenlijk niet. Want ik heb eigenlijk al de nummers die ik zing, die ik al jaren zing, dat zing ik altijd eigenlijk een beetje met een, ja, op een andere manier. Dat voelen de muzikanten ook. Ik heb niet altijd exact dezelfde frasering van zoals ik het gisteren deed of vanavond doe. Dus ik zing zoals ik het voel. Ik moet vooral altijd het muzikale voelen in een song. En de tekst uiteraard moet ik zelf kunnen beleven. En de ene dag is de andere niet. Dus sommige dagen voel ik het beter, andere dagen minder. Maar het is niet zo van... Het is altijd recta, hetzelfde. Dezelfde timing, dezelfde... Nee, ik ga in... Ik smijt me in de muziek in en in de song, ja. Vanaf morgen geen applaus meer. Dat gaat toch raar zijn? Ga je dat missen, het applaus van het publiek? Ja, maar ik heb ook niet iedere dag applaus. Hè. Het is alleen als ik ga optreden dat ik applaus nodig heb. Begrijp je? Als ik later terugkom en het kribbelt en ik wil terug gaan zingen en ik wil applaus krijgen, dan moet ik echt op het podium gaan staan. Begrijp je? Applaus, de mensen denken soms, je kan niet zonder applaus. Ja, ik zou zonder applaus zou erg zijn terwijl ik zou zingen. Zouden de mensen geen reacties geven of zou het geen succes meer zijn? Begrijp je? Dan zou ik wel zeggen van, nu doet het me echt pijn, want dat mis ik enorm. Begrijp je? Dus, maar als je op zo'n manier kan afsluiten, zoals ik de laatste jaren heb mogen afsluiten, dat je zegt, nu ga ik dus een poosje uit, of een poos, zoals je het wil noemen, dan kan ik niet in een zwart gat vallen. Mensen, hij gaat misschien in een zwart gat vallen, want dat zal hem niet gaan, want hij leeft te veel voor zijn muziek. Tuurlijk, ik leef voor mijn muziek. Ik ben muziek. Mijn bloed is muziek. Ja, want je bent altijd niet alleen zanger, je bent componist, muzikant. Nee. En dat ga je ook blijven natuurlijk. Dat ga ik blijven. Maar ik heb er vertrouwen in om op een goede manier verder te gaan en uit te kijken. Want ik vind ook, als je 75 mag worden, moet je niet meer plannen maken van zeggen, de volgende 10 jaar ga ik dat doen en dat doen. Nee, kijk uit. Ik ben nu al de hemel heel dankbaar dat ik 75 heb mogen worden vandaag en dat ik zoveel heb mogen doen. Ja. En vanaf morgen rustig aan, reizen? Ja, rustig aan en met muziek, hè, zou ik zeggen. Hè. Want vergeet niet, ik zal nooit echt afscheid kunnen nemen van de muziek. Hè. Ik zal blijven piano spelen, ik zal blijven componeren, ik zal blijven zingen. Dus maar ik zal mijn keuze maken welke periode ik bijvoorbeeld zeg van nu ga ik terug even podiumwerk doen. In elk geval bedankt voor je komst. We wensen je veel succes vanavond. Dank je. En vanaf morgen wensen we jou en Jenny een aangename rust toe. Fantastisch. Dank je.